Kijkers, we sluiten de aflevering af met in de studio Grat Dame. Grat, hoe is het met je? Ja, uitstekend. Heel goed. Je staat hoog in de top 100 op dit moment. Dat klopt, ja. De nieuwe single die staat voor de eerste keer eigenlijk sinds een lange tijd weer in de top 20. Maar dat is extra leuk omdat het een eigen liedje is. Dus en dan wordt goed meegezongen in het land en goed gedraaid. Dus dat maakt het extra leuk. Ja, het is een track vanaf je album Goed in mijn vel. En dat album doet het ook leuk in het land. Ja, dat klopt, ja. Ja, kijk, weet je, qua verkoopcijfers is het natuurlijk allemaal dramatisch gewoon. En dus, dat is bij iedereen. Iedereen kopieert of downloadt tegenwoordig. Maar kijk, weet je wat dan het allerbelangrijkste en het leukste is? Als je gewoon in het land bent en je ziet je fans staan al je nieuwe liedjes mee te zingen. Dus dan, hoe dat ze het dan ook gekregen hebben, weet je, ze hebben het wel. En dat is, daar gaat het uiteindelijk om. Je bent klaar voor de zomer, want ook de single met de Basili Boys doet het hartstikke goed in het land. En het is echt een zomers geluid ermee. Ja, het is, ik had het liedje geschreven. Ik was op zoek naar iets kleins. Dus ik wou qua instrumenten niet te veel uitpakken. Ik heb die jongens zien spelen, de Basili Boys, bij Holland's Got Talent. Daar hebben ze in de halve finale gestaan. Ik ben eigenlijk meteen naar ze toe gereden en gewoon op de man afgevraagd van, nou, ik heb een liedje geschreven. Ik denk dat het heel goed bij jullie sound past, de echte gypsy sound. Het is eigenlijk een beetje een jazz swing geworden. Klein dus, met vier gitaristen, een accordeonist en mijn stem. Maar het is wel een liedje dat, ondanks dat het een kleine productie is, zeg maar, qua muzikanten, toch wel heel goed ontvangen wordt in het land. En mensen krijgen een goed gevoel bij het liedje, je wordt er blij van. En ja, dan merk je uiteindelijk weer terug door de reacties die ik natuurlijk krijg. Betekent dat ook meer optredens hier in het land? De agenda was al redelijk goed gevuld, maar je merkt wel dat er heel veel, toch wel heel veel extra aanvragen komen, omdat de mensen echt gaan boeken op dit liedje weer. En, ik zeg gewoon, handel is handel. Ik pak gewoon alles aan, joh. Hoe gaan we thuis op het thuisfront? Ja, goed. Ja, perfect. Heintje, de oudste, die gaat graag naar school. De jongste, die terroriseert thuis de hele kiet. Fruitje gaat goed. Ja, we hebben een heel gelukkig gezinnetje zo. Zijn ze al aan het zingen geslagen? Ja, de jongste wel. De jongste is 2. En die, alles wat met muziek te maken heeft, vindt hij interessant. Hij loopt de hele dag te zingen. Ik heb een eigen studio, een flinke studio thuis. En, ja, dan maak ik mijn eigen liedjes en schrijf ik ook liedjes voor andere artiesten. En zo gauw als ik het woord studio zeg, dan staat hij al achter me en wil hij mee. Dus die houdt wel van muziek, ja. Het album Goed in mijn vel is dus pas uit. Kunnen we nog daar nog een extra single straks van verwachten of dat nog niet? Op dit moment zijn we heel druk bezig gewoon met de promotie van Ik hou het meest van jou. Omdat het liedje heel goed aanslaat in het hele land. Dus ik heb zoiets van, ja, ik vind het zonde om dan zo snel alweer iets anders te gaan doen. Omdat dit liedje gewoon nog niet klaar is. En ik denk dat er nog heel veel mensen, heel veel publiek en heel veel fans openstaan om dit liedje beter te leren kennen. Dus daar wacht ik nog heel even op. En of er dan nog een nieuwe single komt van dit album, is de vraag. Misschien wel, misschien niet. Dat zullen we dus af moeten wachten. Voorlopig heb ik wel me laten vertellen dat de single straks ook echt als single uit gaat komen van Ik hou het meest van jou. Ja, dat klopt. Het is tegenwoordig, je moet eigenlijk een singeltje zien. We tegenwoordig gewoon als een soort visitekaartje voor het album. Bijna geen één platenzaak die wil die singles meer fysiek in de winkel hebben. Omdat het gewoon, het verkoopt gewoon bijna niet. Omdat het gewoon te makkelijk is om het te downloaden. Maar ik krijg zoveel reacties dat heel veel fans het jammer vinden dat die niet fysiek te krijgen is. Omdat ze die dingen verzamelen. Vooral mijn opoe. Ja, die was eigenlijk een beetje boos. Die heeft thuis een rieten mand staan. Daar staat al alles van 10 jaar gradamen zit erin. Dus opoe. We brengen hem toch uit op single. De mand is goed gevuld dus ondertussen. Ja, dat is een flinke mand geworden. Ja. Ik kreeg van de week, ik sta nu op 18 in de Nederlandse hitlijst. En dat is, dat is natuurlijk bijzonder leuk. Hè. Daar ben ik echt heel blij mee. Maar ik kreeg ook tegelijkertijd een lijst binnen van de megacharts in Nederland. Dat het inmiddels in 10 jaar tijd mijn 27e top 100 notering is. En dat is toch wel rijp voor een feestje s'avonds even. Ja, maakt het blijft gewoon leuk, joh. Alles wat met de muziek te maken heeft. Of het nou een interview is, of ik nou praat over de muziek, of ik muziek aan het maken ben. Ik geniet overal van en dat is wel heel belangrijk. Grat Dame is dus eigenlijk één en al muziek. Ja, ik sta met muziek op en ik ga met muziek naar bed. Fluiten in de oren, door te hard draaien, denk ik.
Gatten, we gaan straks kijken naar je. Ik wens je heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. En kom vooral een keer terug. Ik blijf terugkomen hier. De koffie is goed dus. Jij was niet blij toen ik jou zei dat ik van alle vrouwen hield. Echt bruin of blond en rode mond. Het maakt me echt niet zoveel uit. Maar wees niet bang, jij weet al lang dat jij mij nooit verliezen kan. Want ik heb jou nog nooit bedrogen, dat moet je echt geloven. Want schat, ik hou het meest van jou. Op welk feest waar ik ben geweest, zag ik veel mooie meiden staan. Maar echt geloof, als ik beloof, ik raak ze never nooit niet aan. Na elke reis kom ik naar huis, waar jij mijn liefste op mij wacht. Want ik heb jou nog nooit bedrogen, dat moet je echt geloven. Want schat, ik hou het meest van jou. Met jou word ik graag oud. Met jou kan ik echt alles aan. Met heel mijn hart kan ik beloven, dat moet je echt geloven. Want schat, ik hou het meest van jou. Ja schat, geloof, als ik beloof. Er zijn echt geen geheimen tussen ons. Ik ga jou nu beloven, en dit moet je geloven, want schat, ik hou het meest van jou. Ik ga jou nu beloven, en dit moet je geloven, want schat, ik hou van jou.